Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Een Vakman Legt Uit. Vandaag leg ik u uit hoe u een verstopping kunt voorkomen. Iedereen heeft er wel eens last van, een verstopte afvoer. Denk aan de gootsteen in de keuken, de wastafel in de badkamer, het doucheputje of het toilet. Een verstopping is natuurlijk erg vervelend. Gelukkig kunt u zelf veel doen om dit te voorkomen. Gooi geen etensresten in de gootsteen. Veeg pannen en borden schoon boven de vuilnisbak. Verwijder vet in pannen en op borden zoveel mogelijk met keukenpapier, voordat u gaat afwassen of ze in de vaatwasser zet. Zo voorkomt u dat het vet in de afvoer terechtkomt. Gooi nooit olie of frituurvet door uw gootsteen of in uw toilet. Lever het bij voorkeur in bij inzamelcontainers voor olie en frituurvet bij de gemeente of supermarkt. Zorg voor een zeefje boven de afvoer. Mocht er dan etensresten in de gootsteen vallen, dan houdt het zeefje veel tegen. Een zeefje zoals deze kunt u gewoon bij de bouwmarkt voor een klein bedrag kopen. Gooi één keer in de week kokend water door uw gootsteen. Hierdoor wordt de kans op verstopping kleiner. Gooi nooit tampons, maatverband, luiers of vochtige doekjes in uw toilet. Ze worden niet afgebroken in het riool, waardoor ze een verstopping kunnen veroorzaken. Gooi het dus gewoon in de vuilnisbak. Gooi geen etensresten zoals soep en vet in het toilet. Ook dit zorgt voor een verstopping. Ook kattengrit moet u nooit in uw toilet gooien. Dat doet u in uw container. Bevestig de toiletverfrisser goed, zodat deze niet in het toilet kan vallen. Gooi geen toiletblokje in het reservoir van het toilet. Ook het gebruik van te veel toiletpapier kan een verstopping veroorzaken. Haal regelmatig de haren uit het doucheputje en de wastafel. Haren zijn een grote boosdoener voor een verstopte afvoer. Om een verstopping te voorkomen is het ook verstandig om een sifon regelmatig los en schoon te maken. Dit is een sifon en dit is een bekersifon. U vindt de sifon normaal gesproken onder de wasbak in de keuken en de badkamer. De sifon is de ideale plek voor vuil, vet en haren om zich te nestelen. Dit zorgt uiteindelijk voor een verstopte afvoer en nare geurtjes. Pak een emmer en zet die onder de sifon. Draai de draaidop van de sifon voorzichtig open. Er kan vuil en water uitkomen. Haal het vuil uit de sifon en maak de sifon goed schoon. Draai de sifon weer vast. Zorg ervoor dat u alles goed aandraait voordat u de kraan weer openzet. Zet een rubberen ontstopper op de afvoer van een gootsteen en duw de steel 10 keer krachtig naar beneden. Denk erom dat je de overloop wel goed afdicht met bijvoorbeeld een vaatdoekje. Gebruik geen ontstoppingsmiddelen, ze bevatten agressieve stoffen. De monteur en u kunnen er zelfs chemische brandwonden van krijgen. Daarnaast is het slecht voor de leidingen. Verstopping niet verholpen? Neem dan rechtstreeks contact op met het ontstoppingsbedrijf RRS via 0800 099 1313. Dit was hem weer voor vandaag. Tot de volgende keer.